mag hij niet meer stilvallen. Ho, ho, ho. Zarabijdja gaat niet op de foto staan. Hè. Wat een machtsontplooiing. En Stibar is de pijper. En komt Van Avermaet nog terug. Komt Van Avermaet nog over Stibar. Komt Van Avermaet dan nog over. Van Avermaet, het moet. Het is Van Avermaet. Van Avermaet. Delirium. Dat Van Avermaet. Is het aan het gebeuren? Komt Viviani nog? Is het Van Avermaet? Viviani. Het is Van Avermaet al. En Olympisch goud. Olympisch goud voor de Van Avermaet. Voilà. Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden! Tom Boonen op 1! Tom Boonen is wereldkampioen! Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van wielerpodcast De Koffiestop. Vandaag bespreken we de wieleractualiteit en de carrière van een Belgische renner die sinds 2011 in het profpeloton vertoeft. In de loop der jaren heeft hij zich bewezen als een sterke renner die zich op bepaalde dagen kan meten met de beste der aarde. Zijn eerste grote overwinning was ongetwijfeld Paris-Tours in 2014, waar hij in een spurt met twee de Franse chouchou Thomas Voeckler wist te kloppen. Een prestatie die nog altijd tot de verbeelding spreekt. Dat dit geen one-hit wonder was, bewees hij het jaar daarop door onder andere wereldkampioen Kwiatkowski en Dylan van Baarle af te troeven in dwars door Vlaanderen. In de kleuren van Lotus Soudal voegde hij nog eens Paris-Tours en een rit in de Vuelta aan zijn palmares toe. Vandaag de dag verdedigt hij de kleuren van de Franse equipe Cofidis. Maar onze gast is meer dan alleen een klassieke renner. Hij is ook een trouwe helper voor zijn ploeggenoten en staat bekend om zijn doorzettingsvermogen en zijn nuchtere kijk op de koers. We zijn dan ook vereerd hem vandaag te gast te hebben. Welkom, Jelle Wallais. Dank u wel. Dag Jelle, hoe gaat het met u? Ja, ik moet zeggen dat 4 jaar heb ik gesukkeld eigenlijk. En nu is het conditioneel dat ik eigenlijk terug het goede gevoel heb. Ik denk dat het ook wel te zien is in de koers dat ik nu rijd, dat ik wel meedoe in de finales. Dat is wel plezant. Ja, hebt u direct al getoond in het openingsweekend. Het werd al direct in de vroege vlucht van Omloop het Nieuwsblad. Was dat op voorhand besproken dat je dat ging proberen doen? Of? Ja, bij Cofidis kreeg ik een beetje de opdracht om... voor mij is de moeilijkheid... De zware stukken te overleven, omdat de meeste renners redelijk explosief zijn. Ja. Maar zelf ben ik een rouleur. Dus een keer dat de explosiviteit van de renners een beetje afgemat is, kan ik wel volgen met de toppers. Hm. En we proberen dat een beetje te doen met Cofidis ook. En in de hoop dat dat ooit nog eens lukt. In Dwars door Vlaanderen is dat inderdaad gelukt ook. Ja. Maar ik denk ook dat ik zo'n renner ben en dat dat mijn type van koersen is. En, Dus in Omloop was dat ook de bedoeling. Maar het is ook altijd plezant om in de vroege vlucht te zitten. Ja, eigenlijk in Kuurne, de naam ontsnapt mij nu even van de renner van Want, die Taco van der Hoorn. Taco van der Hoorn, ja. Eigenlijk is die koers een beetje op dezelfde manier dan. Proberen vanuit de vroege vlucht te Taco verhalen. Taco is een beetje de Jelle Wallais van Nederland, eigenlijk. Ja, Taco is inderdaad. Maar ik denk dat Taco echt gespecialiseerd is op die aerodynamica. Mm-hmm, ja, dat is wel waar. Maar hij kan ook wel hard rijden, natuurlijk. Ja, sowieso. Anders wordt dat... je ziet welke koersen dat hij de laatste jaren wint. Maar ik moet zeggen, in de Franse ploeg wordt dat niet zo benadrukt. Mm-hmm. En dat is wel een beetje mijn nadeel nu. Zeker, het wielrennen wordt heel, heel professioneel. En ik denk dat dat wel een beetje mijn nadeel wordt. En dan nu dit jaar de vroege vlucht van de omloop. Tot hoe lang heeft hij voor u gedragen? Ik denk dat we juist iets voor de muur teruggegrepen werden. Ah nee, bovenop de Molenberg. Ja, Molenberg. Ah ja, oké. Okay. Ja, net voor de demarrage van Van Baarle. De Lief van Baarle, ja. Inderdaad. Maar daar die Lebert, of noemt hij het? Die heeft lang wel nog volgehouden, hè? Ja, zeker en vast. Maar van Arkea ook... zeker, dat die is. Ja, die is van Arkea, inderdaad. Jonge gast. 21 jaar, dacht ik. Springerke. Ja, 21, ja. Het was wel top wat dat hij gedaan heeft, inderdaad. Maar voor mij een beetje frustrerend. Want ik was eigenlijk de moteur in de vroege vlucht. En ik maande iedereen aan om eigenlijk zo ver mogelijk te geraken. Maar dat had precies niemand zin. En dat was wel een beetje frustrerend. Want moesten we over de muur gaan, doen we allemaal mee voor het podium. Ja. Dylan ging misschien nog bij ons komen. Maar voor de rest
denk ik niet dat er veel mannen dan bij ons gingen komen. Dat was dan de frustratie, maar ja, het was supersterk wat hij deed. Want je had op een gegeven moment echt wel een grote voorsprong gekregen ook van Peloton. In het begin was de voorsprong groot. Hè. Ja, en ik denk dat het ook een beetje daardoor is dat Jumbo uiteindelijk... Ze kregen niet veel steun en zijn dan maar zelf op de kant begonnen trekken. Ja, ja, zeker. Ja. Sowieso zijn ze voorlopig heel sterk begonnen aan het seizoen. En is dat ook de manier hoe dat je je voorjaar gaat aanpakken? De vroege vlucht? Of kijkt je eerder naar een aanval ergens in het midden van de koers? Ja, dat wordt een beetje besproken met de ploeg natuurlijk. Maar het zijn inderdaad twee goede opties. En Gent-Wevelgem heb ik ook een keer tot in de finale gekomen. Maar dat was dan met een aanval in de heuvelzone. Waar dat eigenlijk even stijl valt. En dat is ook een mogelijkheid natuurlijk. Ja, zo Wevelgem, E3-prijs, Kuurne, dat zijn van die koersen. Dat de bergzone in het midden van de koers ligt. Dus dan kun je vanuit de vroege vlucht wel heel ver geraken. Gelijk als je in de E3-prijs ook over de Kwaremond en de Papenberg, wat dat dan nog 50 kilometer is, geraakt, zitten wel mee. En dat is inderdaad wel een voordeel voor mannen met een grote moteur in de vroege vlucht. Zeker. Ik heb het ook al bewezen, dus dat is altijd mogelijk. Ja, het was Vlaanderen van exactzelfde beetje parcours. Hè. Heel een lange uitloop nog op het einde, omdat je terug naar West-Vlaanderen moet keren. Ja. Daar gaan we het misschien nog straks, Daan, uitgebreid over hebben. Misschien eerst even zeggen dat normaal Luca er ging bij zijn, maar dat hij heeft vandaag Roubaix verkend en hij is niet tijdig terug uit de hel geraakt. Dus hij is even niet aanwezig. Heb jij vandaag getraind, Jelle? Vandaag was een rustige dag. Ja. We zijn hier bij mij thuis. Ja, in de B&B eigenlijk. In de B&B, inderdaad. Vertel, hoe is dat concept gegroeid? B&B Koen, of hoe spreek ik het juist Koen, uit? Ja. Koen. Het is eigenlijk plezant, omdat we hebben zelf de naam gevonden. Ik heb een eigen koffieblend, dus ik vond het ook fantastisch met de podcast. De koffiestof. Ja, fantastisch. Ja. Dat was inderdaad en wat is de naam van uw koffiebrand? Ook Koen. Ah, ook Koen. Maar ik heb eigenlijk de bon eigenlijk samengesteld, samen met iemand die ze brandt eigenlijk. Mm-hmm. En is zo tot een eigen koffieblend gekomen. Voor ons, voor mij en mijn vriendin, was het al een droom om eigenlijk na mijn carrière een B&B te doen. Omdat we redelijk sociaal zijn allebei. En we vonden dat super plezant om mensen te kunnen ontvangen in ons huis. Maar ik ben hier opgegroeid, 200 meter verder. Ja. En om terug te komen op mijn training vandaag, ik heb fitnesszaal bij mijn ouders op de boerderij. En ik heb daar in de fitness een beetje gewerkt vandaag. Okay. Maar dan om terug te komen op de naam, we hebben koffie en Antwerp samengetrokken. Dus de koffieblend. Koffie is nodig voor een goed ontbijt, in onze ogen. Ja, zeker. En het Antwerp, mijn vriendin is... Of voor een goede training ook. Ja, zeker. En het Antwerp is komt van uw vriendin. Ja, inderdaad. Interieurarchitect. Ja, want we zitten nu hier in een van de kamers. Het is wel, impressive. Het is wel mooi, hè. Het is echt dik in orde. Al in veel hotels en B&B's geweest, maar... Nog nooit zo'n mooie kamer gezien. Dat vind ik wel echt... credits aan u en uw vriendin. Ja. Ik zal die straks doorgeven. Want eigenlijk is dat wel de verdienste van mijn vriendin. De kamers. Sowieso is het wel leuk, omdat ik zelf veel hotels doe. Dus heb ik wel enkele tips kunnen geven, maar... Je weet waarschijnlijk al soms hoe dat niet moet. Ja. Dat vooral. Zo'n Franse campanille. Ja. Dat kan al een keer tegensteken. Maar wat is dan zo uw takenpakket in het B&B? Zoals ik zeg, ik ben meer de specialist in de koffie. Als ik thuis ben, bereid ik de koffietjes voor. Ja, ik ben nu ook 34, dus we hebben ook al een beetje zitten brainstormen van na de carrière om inderdaad... koffiestop te doen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld in het weekend of zo, het is mogelijk om hier te ontbijten ook. Maar we zien wel verder, eerst nog verder koersen natuurlijk. En wat zijn zo de drukste periodes van de B&B? Voor ons is het moeilijk te zijn, omdat we zijn gestart net voor corona. Moeten sluiten. De eerste optie was om niet op boeking te gaan. Omdat we eerst een keer wouden afwachten hoe dat alles ging lopen, wanneer dat de drukste periodes ging zijn. En nu is het eigenlijk vanaf vorig jaar in mei normaal aan het lopen, maar we zijn dan ook op boeking geweest. En is telkens wel aan het groeien. Dus ik denk dat we dit jaar wel kunnen bekijken wanneer ze in de drukste periodes zijn en wanneer niet. Maar we zijn wel super tevreden hoe dat telkens aan vooruit gaat eigenlijk. Ja, en als je hier de
Binnen, als we daarnet binnenkwamen, is er direct al een eyecatcher in de hang. Het hangt daar direct een fiets van u. Zijn de gasten op de hoogte dat ze bij u in de BNB komen? Ik moet zeggen dat dat 50-50 is. Ja, deze week kwamen Zwitsers, maar die kwamen voor het interieur. wat een Amerikaan, die staat daar waarschijnlijk ook niet bij stijl. Maar we hebben ook af en toe Belgische mensen en die staan daar meer bij stijl. Maar het leuke is ook, als ze hier komen fietsen, maak ik een route. Ze zeggen mij bijvoorbeeld hoeveel kilometers ze gaan doen. Kijk ik voor de koffiestops of de mooie routes. En kunnen we GPS meegeven aan de mensen ook. En dat maakt het wel plezant. Ja, dat is wel fijn als je Jelle Wallace natuurlijk een uitstip. Voilà. Ja, inderdaad. Ja, rijden ze soms ook mee, of dat niet? Dat is nog niet gebeurd. Ja, ik ben ook zelden thuis, dus... maar in de toekomst. Nog niet snel genoeg. Ja, dat zijn vormen nog van naar beneden. heb je vandaag naar de koers gekeken dan doorheen je rustdag? Of hoeveel tijd verhaald? Ik heb ook osteopaatbezoek gedaan en kine. Hij heeft wel gezien wie het er gewonnen heeft, of niet? Ja. Weer twee keer Jumbo in Tireno en in de Strade. Parijs-Nice. Tireno en Parijs-Nice. Ja, Strade was net iets minder. Ja, dat was... Dat verliep de communicatie niet zo top. Ja, misschien moeten we het eerst een keer over de Strade hebben. Van ja, dat is een goede idee. Ja, bij de vrouwen was er het akkefietje tussen Vollering en Kopecky. Ik vroeg mij af wat hij zou doen in de situatie. Stel dat hij met een ploegmaat naar daar gaat en ze zeggen van de ploeg van kijk, jij 1 en jij 2, zou je daarmee kunnen omgaan? Of, Ja, dat is inderdaad een moeilijk, maar we kunnen wel terug gaan naar Dwars door Vlaanderen. Ja, oké. Ja, Edouard Teuns erbij was. Ja. Dus ik was in de vroege vlucht. En daar was ook de bedoeling dat ik reed voor Edouard, omdat hij een goede sprint heeft. Ja. En in de finale kwamen we met z'n vier. Dylan, Kwiatkowski, Edouard en mij. Ja. Ik had al heel veel gegeven voor Edouard. Maar ik had ook zelf naar Edouard geweest van... Is het goed dat ik nog eens probeer? Ja. Als er iemand reageert, is het goed voor uw sprint. Ja. En als er niemand reageert, ja, rij ik misschien naar de overwinning. En dat was... Ja, voor mij dan in de goede richting uitgedraaid. Maar bijvoorbeeld voor Lotte en Demi, het is moeilijk om te zeggen hoe dat ze gecommuniceerd en natuurlijk. Ze veel verhalen van. Je zei alleen maar met twee natuurlijk. Ja. Dat moet geen makkelijke situatie zijn. Ik denk dat je liever met vier weg bent met een ploegmaat mee, om dan dat te vermijden van we moeten echt gaan beslissen wie mag het hebben. Hè, dan dat je echt met twee van dezelfde ploeg mee zit. Ook ja, zo'n koers Strade Bianche... Dat geef je niet graag. Iedereen wil op zijn palmarès. Maar volgens mij, ik zou het niet wel weggeven, maar je kunt er maar voor spurten dan. Ik heb ook niet het gevoel dat Lotte hem echt wil weggeven. Nee. Het was gelijk alsof ze haar op het laatste gedacht nog wat naar bedacht gelijk. Ja, ja. Het was wat raar. Ik denk niet dat ze normaal zou verliezen in een sprintje tegen... Maar blijkbaar was er wel gezegd dat Demi Vollering mocht winnen. Ja, en daarmee was er ook waarschijnlijk twijfel van Lotte. Wat... Ik had het gevoel dat ze niet vol sprinten. Ze deed wel een versnelling, maar niet zoals dat ze normaal zou sprinten. Ja, is dat nu omdat ze leeg was of niet? Dat is natuurlijk de vraag, maar ik denk dat dat echt een moeilijke beslissing geweest is. Maar ze hinkte tussen twee gedachten en dan heeft ze getwijfeld en dat is, de twijfel is altijd fout. Ja. Hopelijk, In koers is twijfelen altijd dodelijk. Twijfelen is verliezen, zeggen ze altijd. Hopelijk spreken ze... hebben ze het uitgesproken naar de koers en dragen ze geen heel voorjaar mee. Kopecky is wel in goede vorm natuurlijk. Dat bewees al de week ervoor in de omloop. Ja. Wel inderdaad, hopelijk kan ze die goede lijn doortrekken naar weer Ronde en Roubaix. Ja, want ze zijn een heel sterke ploeg. Het is niet evident. Je moet wel echt een goede vriendschap bewaren, want anders rijd je ploeg in stukken, denk ik. In sommige koersen is dat voor haar... In de positieve richting, maar in andere koersen had dat inderdaad een nadeel zijn. En dat was nu het geval in Strade, maar dat is iets wat hij erbij neemt. Dat is eigenlijk een keuze die je ook maakt in je carrière. Ga ik voor de beste ploeg, of rijd ik liever voor mezelf? Maar dan moet je inderdaad... het is een keuze. Maar bij de vrouw is wel frappant dat die SD-werksploeg, dat zit echt alle goede en alle talent wel bij elkaar heel geconcentreerd... Ja, dus dat is een beetje een gevaarlijke trend in het wielrennen zelf eigenlijk, die we
verre monopolie eigenlijk. Dat is misschien, ja, ja. Maar het is ook zo begonnen met de man, hè, met die Ineos. Mm-hmm. Een beetje... Ja, ja, het klassieke ook... werk was dan meer Quickstep dan, maar... Ja, de rondes hebben de rondes was dan Ineos. Jaren gedomineerd. En nu begint dat met Jumbo ook, die man... Die hebben ook veel budget en zijn op dit moment de ploeg die waarschijnlijk het beste werkt. Of, ja, maar ze zijn ook lang gebouwd aan de basis. En nu kunnen ze daar de vruchten van plukken. Maar veel ploegen vergeten dat die basis wel het begin is van... Tuurlijk. Want mocht ik misschien aan u 6 jaar geleden gevraagd hebben, Jumbo-Visma, ging die niet even hyped zijn dan dat je misschien nu denkt van Jumbo-Visma. Die waren 6 jaar geleden nog niet wat... Nee, want ik weet nog toen Wout van Aert bekend maakte, want ik ga volgend jaar voor Lotto Jumbo rijden. Er zijn veel mensen van alleen. Maar nee, wat ga je helemaal doen? Ja, en daarvoor was het naar Belken, hè. Belken. En Blanco. Blanco is ook nog geweest, ja. Maar dat was echt... Ik heb dan een masseur die dat... Ja, een vriend van mij is dan nu masseur. En die gast zegt... Amai, dat is echt zot hoe dat wij ook begeleid worden eigenlijk. Om eigenlijk tot het topniveau te komen. Ja, want dat is... er is wel enorm is. Veel hetzelfde volk gebleven. Dat is wel, het is niet dat er qua personeel heel veel verloop is geweest. Dus ze hebben echt onder personeel ook getraind naar een hoger niveau. Ze hebben hier en daar wel misschien wel meer voedingsspecialisten en zo erbij genomen hebben. Maar op zich is de basis nog redelijk... Intact. En ja, goed personeel is de basis van alles. Dat leren we nu in de serie van The Godfather. Ja. Heb je al gekeken, Jelle? Ja, dat heb ik dus juist bekeken. Rond de 18 uur heb ik de herhaling bekeken. Ja. Maar ik vind het wel fantastisch. Maar ik heb altijd mijn charmes gehad voor Patrick. Het is altijd... je komt echt in beeld zoals dat hij is. Je zorgt voor zijn renners. En dat, is wel, dat maakt het super speciaal. Ja. Ja, dat zie je wel. Hij is hard op sommige vlakken, maar als het er eigenlijk om doet, of toe doet, staat hij er wel altijd voor zijn renners. En daar koopt hij uiteindelijk wel het meeste voor. Maar die mail van Bram Tanke, dat was wel grappig. Dat vond ik fantastisch. Hoe dat hij hem verwoord had, was wel heel duidelijk. En hij begint zo nog rustig. Ja. En dan zo, Maar ja, het heeft Bram ook gemotiveerd en heeft ook een superlange carrière gehad. Ja, dat is wel geniaal. Nee, voor de luisteraars echt wel een kijktip. Dat is wel een kijktip. Ja, de serie over Patrick Lefevre. En dan misschien nog kort over de mannen. Pitcock, die reed alsof dat gewoon asfalt was, hè, over de kiezels. Allee, over, heb je gekeken, Jelle Strade? Nee, ik had zelf koers. Ah, dat is Criquelion, nee? Nee, dat is zondag. Ja, ik heb Criquelion gereden en dan Roeselare zondag. Ah, ja. Zelfde rij zondag. Ja. Dus ik kon niet kijken. Ja, maar ik heb wel de afdaling gezien van Pitcock. Het was ook fantastisch dat hij de week ervoor daar dat film kon online zetten, hoe hij de afdeling deed. En dan Mathieu, de reactie van zijn mama. Ja, dat ze zei, je mocht dat niet doen. Ja. Ja, ik vind het grappig dat Mathieu van der Poel zijn moeder op Twitter zit. Ja, dat is ludiek. Hè. Dat is wel ludiek bedoeld, denk ik. Maar ja, inderdaad, Mathieu kennende zie je wel nog iemand in hem die het ook zo nadoen. Maar ja, bij de mannen, Pitcock, ongelofelijke nummer, hè. Van meer dan 50 kilometer van de meet, eigenlijk als een van de topfavorieten durven aanzetten. Ja. Want ja, er waren denk ik vooraf 3 grote favorieten, hè. Alaphilippe, Van der Poel en Pitcock. Dan er 2 waren dan net iets minder. En dat hij dan toch durft, terwijl dat, als hij waarschijnlijk denkt, ik wacht tot in die laatste straat, kan hij ook winnen, hè. Ja, klopt. Ja, sowieso. Dat is ook gemaakt voor hem. En dat hij daar toch echt het lef toont van meer dan 50 kilometer aan de meet aanzetten. En eerst Betiol en... Nog iemand meepakken? Betiol en... Ja, ik kan er niet op komen. En, maar dan die mannen er toch nog afrijden en dan zo naar Siena. Ja, maar het is niet zijn typische koersstijl ook, hè. Het is... Pitcock is normaal een volger eigenlijk. Ja. De puncher ook wel een beetje. Puncher. Ja, puncher. En inderdaad, om dat zo'n solo uit de been te zijn. Maar ja, zijn voordeel is natuurlijk zijn mountainbike en zijn cross. Dat zie je sowieso. In die afdaling neemt hij eigenlijk... Komt hij hem tot rust, terwijl de andere risico's neemt. Die hartslag blijft hoog, terwijl hij risico's neemt. Maar hem kan tot rust komen in die afdaling. En heb jij zelf al de Strade gereden? Zelf nog niet. Ik heb nu Cayenne gereden. Ah ja, de Spaanse Strade. Ja.
was wel fantastisch om te rijden, maar... Was dat Pogacar won? Ja. Ja. Oh, die solo van Pogacar. Ja. Plezant zeker. Ja, bergop is niks voor mij. Ja, en ook in de straat, die klimmetjes waar Pitcock altijd eigenlijk de helft van de tijd op zijn pedalen kan lopen. Ook uit die mountainbike. Waar, ja, zeker. Altijd kort genoeg juist voor hem. Ja, super chique. En wat vond je dan van de achtervolgende groep waar dat niet zo super draaide? Met dan Benoot, Valter en dan ook ja, Rui Costa. Maar de Waza draaide daar zo niet. Jij, wat was uw kijk daarop als renner in het peloton? Ja, sowieso dat ze allemaal voor een reenstekje rijden. Ja. Ja, het is een pittorexe ja. koers. Het is, ja. Ja, je wordt bekeken door ja, heel de wereld. Ja. Ik denk dat dat vooral een beetje speculeerde. Ja, sowieso Jumbo, ja, het is al genoeg gezegd geweest in de media dat ze dat wel fout maken, want Tish was eigenlijk super sterk. Maar ja, zoals dat, voor de koers weet je ook niet wat er gezegd wordt. Rijden ze alle twee, mogen ze alle twee aan de kant gaan, dan is het logisch dat Valter ook probeert om naar Tish te rijden. Het is ook een beetje dubbel. Dus ja, het is een moeilijke kwestie al sinds. Ja, met Jumbo is het ja, de week voor 10 op 10 op in de rapport op vlak van ploegrijden, maar de week erna was dan toch nog... was het geen 100%. Maar kijk, dat is koers uiteindelijk. Dat is koers. De ene week worden ze de hemel geprezen en de week erna is er al direct commentaar op. Voilà, en dat is fantastisch voor de media ook. He. Ja, voilà. Ik las vandaag ook al hetzelfde verhaal bij de Lee. Vorige week ja, ook in de hemel en nu was het al van... Ik weet niet wat een artikel met de kop van... Ja, de kop van de persleider, zoiets van dat voor Arnaud Delis is Parijs-Nice geen GP-Zottegem of zo. Of, dus ja, het kwam erop neer van, ja. Maar ja, dat is ook een zwijg. Ja, maar was dat... Anderzijds ook wel tweede in de omloop, maar ja. Vorige week, tweede in de omloop en ja. de nieuwe Tom Boonen en de nieuwe Gilbert is daar. Nu twee keer te ver en de eerste rit van Parijs-Nice rijdt hem een heel goede sprint. Ja. En als je dan direct zo de grond direct weer insteken is wel... Heb jij een goede relatie met de media? Ik denk dat mijn relatie redelijk goed is, inderdaad. Volgens mij heb ik niet veel probleem ermee. Nee. Val wel op, als jij in een Franse ploeg rijdt, dat de media veel minder aandacht heeft voor u. Ja, als Belg. Ja. Dat was wel... Toen dat ik bij Lotto reed, was er veel meer Belgische media. Maar nu totaal bijna niet. Ja, we zijn ook niet de grootste ploeg natuurlijk, maar... maar dat klopt wel. Dat klopt wel. Mocht je nu in een andere... Ja, je wordt ook misschien minder snel herkend of ik weet niet... Ja. Bijvoorbeeld als een wielercommentator je misschien in een koffiedienst nu worden misschien minder rap vernoemd dan dat je... Nu niet als je in de vroege vlucht zit. Ja, dan maar bij Quickstep en de Belgische ploegen weten ze wel altijd snel de naam, hè, inderdaad. Ja, ik heb er ook geen verklaring voor hoe dat er komt, maar dat is me serieus opgevallen. Ja, ik ben nu drie jaar bij Cofidis. Ik heb ook een tour gereden bij Cofidis. Als enige Belg dan. Ja. Maar eigenlijk was er zo goed als geen aandacht voor mij. Dus, maar niet dat ik dat erg vind, maar het viel me wel op. Hoe is eigenlijk voor u, als we dan naar uw wielercarrière gaan, hoe is het voor u eigenlijk allemaal begonnen? Je zei het zelf, van, ik zit hier in de buurt van Staden, een beetje tussen de velden. Waar heb jij de koersmicrobe te pakken gehad? Eigenlijk is mijn onkel, Luc Wallijs, profielrenner geweest. Ja. Dus heeft de Ronde van Aosta gewonnen. En nu, mooi. Ja. Ja, nu heeft Mauri van Zevenem ook nagedaan eigenlijk. Maar voordien was hij eigenlijk de enige overwinnaar. En die was wielertrainer. Dus had een kleine groep dat hij met wielrenners trainde. En ik, ja, dat was dan de driedaagse van West-Vlaanderen dat ik mee mocht met hem in de auto, omdat hij zijn renners volgde. En ik vond dat fantastisch om die renners te zien afzien en te koersen. En dan heb ik dat gevraagd aan mijn ouders, mag ik koersen? Maar we mochten niet. Mag nee. Niet. Geen karakter genoeg. Dat was het antwoord van mijn pa. Ah ja, dan zei ik, ja, ik had dan bewezen. Ik had bewezen. En van mijn 11 jaar tot aan mijn 14 jaar gewoon toertochten dan eigenlijk. Met de mountainbike. Ja. Maar het probleem was, ik had geen fiets.
Dus ik heb dat eigenlijk met mijn stadsfiets beginnen doen. Dus met die stadsfiets, die mountainbike en die toertocht vanuit de spatbar, die modder eruit al. Ja. Dat was het. Dat was hilarisch, denk ik, als je dat nu aan terugdenkt. En dan begin werk met een boer en zo eigenlijk mijn eigen mountainbike kunnen kopen. En zo eigenlijk verder gebouwd totdat ik op mijn 14 jaar een fiets gekregen van mijn pa. En dan, ja, vanaf dan heb ik een competitie beginnen doen. En wat was uw eerste club dan, waar je bij geleerd hebt? Wel, Jonge Renners Roestelaar is dan opgestart geweest. Ja, zou ik zeggen, voor mij, dat ga ik niet zeggen, maar het was al, denk ik, lang een droom, zal ik maar zeggen, van mijn onkel om eigenlijk een wielerploegje op te starten. En we zijn dan begonnen met een man of 12 bij Jonge Renners Roestelaar. Ja. Maar nu is dat eigenlijk een van de, in mijn ogen, de mooiste jeugdploegen die er is eigenlijk. Ja. Die eigenlijk ook vooral de basis legt op training en goede begeleiding. En nog niet op dat materiaal, wat dat soms al extreem is bij de jeugd. Ja, zeker. Als je ziet waar sommige aspiranten, nieuwelingen... Ja, die fietsen, want als ze mee rondrijden en ze moeten het beste van het beste zijn... Maar uit dan prof wordt, ja, soms rij je met minder materiaal. Ja. Als je sommige van die, ja, ik zie het zelf ook genoeg, alleen voor Facebook dan, van die foto's van ja, fotografen, aspirantenkoersje, zie ik er zo'n mannen met Assworks, Dura-Ace erop. Dan denk ik van, oh shit, als je dan later... De morgen een gig is bij de aspiranten. Als je dan later bij UAE op de Konaga zit, zou die de wolf zijn. Nee. En dan eigenlijk, was je van in het begin een veelwinnaar of was je direct bij de sterkere van je lichtingen of is dat moeten groeien? Wat het grappige was, ik ben altijd mollig geweest, een dikkertje geweest, zeg ik altijd. En de eerste sponsor van de ploeg was dan McDonald's. Maar ik ging eigenlijk met superveel vertrouwen naar de eerste koers. En dat was in Zeebrugge, 1 mei, ik weet nog goed. En ik zo in de auto tegen mijn pa, maar ja, gaan we straks met de bloem naar huis gaan en dit en dat. Maar de startschot werd gegeven en 2 rondes later was ik gelost. Dus direct met de voetjes op de grond. En eigenlijk altijd blijven verder werken. En op mijn 17, 18 heb ik eigenlijk een serieuze groeischut gekregen. En vanaf eerste jaar junior heb ik eigenlijk altijd... Ik weet dat ik 88 koersen reed als tweede jaar junior. En denk 67 keer top. 5 of 10. Amai, ja. Dus vanaf dan is dat echt... Even 88 koers aan, is wel echt een moeite. Ja, op 1 seizoen of op 2 seizoen? 1 seizoen. Amai. Dat mocht toen nog. Amai, ja, nu mag dat niet meer, denk ik. Nee, ik weet dan nog dat je vroeger zo ja, een totaal aantal koersen mocht hebben. Ja, ja, amai, dat is wel echt... En dat is 67 keer... Dat is wel dat is inderdaad wel straffe cijfers. Ik weet nog dat ik 7 keer won en 15 keer tweede of zo. Maar dat was dan achter een witte Rus... Kirill Pozniakov. Ja, speciaal naam. Maar ik koers nog altijd zelfs. En nu komt hij mee soms nog tegen in het peloton. En welke ploeg rijdt hij nu? Russische ploeg. Ah ja, ja. Gazprom dus ja, hij heeft bij Gazprom gezien. Ah, oké. Okay. en dan bij de beloften kom je bij Beveren 2000 terecht. Ja. En hoe lang heb je uiteindelijk bij de belofte gezeten dan? Wel, dat was wel ook... Vanaf eerstejaarsbelofte won ik 7 kermiskoersen. Dan tweedejaarsbelofte won ik 3 interclubs en 4 kermiskoersen ongeveer. En deed ik eigenlijk heel veel mee voor de overwinning. En toen werd er mij gevraagd om naar Topsport Vlaanderen te gaan als tweedejaars. Maar mijn onkel had erop nadruk op gelegd dat ik nog niet mocht overstappen. Waarom? Ik had nog geen WK gereden en nog geen Tour de l'Avenir. Ja. En zegt hij, dat zijn de wereldkoersen. En dan pas, als je daar kunt meedoen of dat kunt uitrijden, dan weet je pas dat je profwaardig zit. En dan heb ik eigenlijk nog een jaar langer belofte geweest, maar wel de overstap gemaakt in augustus als stagiair, dat was voor Vlaanderen. Ja, dat was in 2010 dan, ja. Ja, ik heb dan ook nog een 2K kunnen rijden in Kopenhagen en zo. En ja... En voor mij was dat wel een mooie evolutie in mijn carrière, eigenlijk ja, een stijgende lijn. Dat ik eigenlijk altijd... Maar bij Beveren 2000 kwam het ook direct terecht in de beste belofteploeg van België. Ja, ja, sowieso. Want wie zat er dan in uw lichting, in uw team, bij Beveren 2000? Jan Bakelands. Dat weet ik nog heel goed. Want
het eerste jaar moest ik altijd voor hem werken. Bijvoorbeeld in triptiek Mont en Château en allemaal, omdat hij daarmee deed voor te winnen. En ik denk dan zelfs dat hij in Tour de l'Avenir... Heeft hij hem gewonnen? Of ik denk het wel. Ja, ja, Bakelans heeft Ronde van de Toekomst gewonnen, ja. Ja, ja. Dus, maar ik was dat dan niet bij, maar als ik de Ronde van de Toekomst reed, was het Yannick... Oh, ik kan het niet direct op zijn naam komen. Zijn achternaam. Ik weet het niet meer. Maar je hebt ook lang heel gedragen. En ik denk dat dan Quintana gewonnen heeft de laatste dag in een klimtijdrit. Oh. We zoeken het op. Ja, inderdaad. In de Tour de l'Avenir. Yannick Eysen. Ah, tuurlijk, ja. Ja, en dat was een het ook... talent. Ja, want dat is ook... Zijn vader had toch ook een team? Ja. Eysen... Ja, inderdaad. Was dat een camionbedrijf, de baan? Ja, dat weet ik nu niet, maar Eysen was inderdaad ook een team. Ja. En dat ja. was eigenlijk dan de grote concurrent van Beveren 2000. Juist. Ja, Yannick Eysen. Ja. Ja, dat was, die naam was mij volledig, is mij volledig... Onbekend, wel, dat was de generatie van mijn broer en ik weet het van met Julien Vermoot en ze dan. Ja, en ja, Alfons. Ja. Julien zat daarbij, Alfons zat daarbij, Jaros Salmeen. Ik zou een keer de foto bekijken, maar Bert de Bakker reed daar ook bij. Davy Comijnen was dan zogezegd de begeleidende. Dat waren mooie jaren inderdaad. En dan een stekje bij Sport Vlaanderen Balwazen. Allee, of toen was dat nog Topsport Vlaanderen gewoon. Nu zijn het dus al Flanders. Flanders. Ja, nu is het al Flanders, ja, juist. Veranderd constant. Ze zijn aan de rebranding bezig. Tijden veranderen. Ja, maar ik denk dat er nog vaak wordt gegeven als voorbeeld van jongens die bij Topsport Vlaanderen hebben gekoerst en daar echt meededen. Je hebt daar Dwars door Vlaanderen gewonnen. In het shirt van Tops voor Vlaanderen. Hoe was dat toen om in die ploeg te rijden? Well, voor mij was dat een ideale leerschool eigenlijk. Daar heb ik ook ontdekt dat ik wel wedstrijden kan winnen. Maar altijd op een speciale manier. Ik ben niet de sprinter of zo. Heel harde koersen deed ik altijd mee. En zo die kleinere rondetjes in de Ronde van België en zo. Deed ik ook wel mee voor een goed klassement. En dat maakt het wel... Dat kun je zelf een beetje ontdekken bij Vlaanderen, zal ik nu zeggen. Dus dat was wel plezant. En ook een proces om te groeien. Ik had wel gehoopt om iets sneller de overstap te maken naar een pro-tourploeg. Omdat ik toch wel wedstrijden won. Maar blijkbaar was die... Ik denk dat ik altijd een moeilijke renner geweest ben, omdat ik wedstrijden won. Maar ik denk niet dat ze het gevoel hadden dat ik ook voor een kopman wou werken. En dat dan altijd een beetje de discussie is geweest voor een pro-tourploeg. Ja, je bent 5 jaar bij Vlaanderen gebleven, zeker, hè? Ja, 5 jaar. Ja. En dat was... 5 jaar Vlaanderen, 5 jaar Lotto en nu 3e jaar bij Cofidis. Ja. En dat was dan bij Kampenaerts en Lampaert en Teuns? Ja, Oliver Naassen. Ja, ook allemaal wel hele goede profs, hè. Ja. Dat was toen Vlaanderen die echt mee van voor de prijzen, hè. Ja, maar Tom van Aansbroek zat daar ook bij. Ik denk dat hem dan het UCI-klassement win met Tom van Aansbroek. Oh, mooi. Allee, het UCI-Europe-tour. Ja. Wat pro-continentaal niveau. Ja. Dus, ze zeggen nog altijd dat de droomlichting was. Dus, ja. Ja, dat zal wel, als je die naam allemaal noemt. Ja. Er rijden nu ook veel goede coureurs natuurlijk bij Topsport Vlaanderen, maar je ziet wel dat moeilijker is om zich te mengen met de top in die grote wedstrijden. Maar ik denk dat het probleem gewoon is, die koersen zijn volledig veranderd. Ik kan dat perfect beamen, omdat ik ben 13 jaar prof en... Met de wattages dat ik nu rijd, won ik koersen in de vroege vlucht. Maar nu rijd ik die wattages om te kunnen volgen. Mm-hmm. Dus dat is echt een groot verschil geworden. En ook, denk gewoon de basis in het algemeen, wereldwijd, dat er veel meer renners van een hoger niveau komen, waardoor je dat eigenlijk altijd met grotere groepen in de finale komt. En dat het inderdaad moeilijker is voor een topsport om eigenlijk zich te tonen, hè. En van waar denk je dat dat komt, die evolutie naar... Ik denk dat dat gewoon professionalisme is. En vroeger werd er soms gelachen
ja, ze zijn soms heel vroeger weer in met een biefstuk in ons broek. Ja. Maar ik kan dat wel geloven, want die evolutie, nu zit iedereen op dat topniveau. Dus zie je ook iedereen gewoon op en het zijn de kleine procentjes die beginnen mee te tellen. En mijn ogen, binnen een paar jaar, zijn het echt Formule 1 toestand voor ons. De rubber die gaat tellen, dat het allemaal zo gespecialiseerd zal worden. Maar je ziet dat ook, dat er daar al ploegen mee bezig zijn. En nu, de sleutel is nu eigenlijk de voeding en allemaal. Hé. En qua op vlak van vorige week, daar waren ze denk ik op wielerclub Wattage ook over bezig, dat Tom Boonen zei van, ja, het moet eigenlijk allemaal een beetje tegenwoordig halve autisten zijn, zegt hij, om overal zo mee bezig te zijn, alles af te wegen, zegt hij, alles te meten. Het is mentaal, zegt hij, heel zwaar geworden om prof te zijn. Hoe kijkt jij daarnaar van, als je kijkt naar die jonge gasten of die mensen die nu overkomen of hoe like Jumbo werd en andere ploegen, dat je echt alles moet meten, alles moet afwegen? Zelf heb ik daar geen probleem mee, omdat ik heb zelf altijd heel veel voor mijn carrière gedaan. Ja. Altijd met, of ja, toch veel met twee schaaltjes gezeten. Maar het voordeel is, bij Jumbo moeten ze zelf daar niet aan denken. Het zijn andere mensen die dat doen voor hen. En het wordt gewoon gezegd, eet dat op. Ja. En het resultaat komt vanzelf. En bij andere ploegen zijn er sommigen die zeggen, wof, dat taal niet, dat komt daar niet door. Bijvoorbeeld bij ons. Ik vroeg voor lactaatmeting te doen in december. Ja. Om eigenlijk mooi de pacing te kunnen doen op een goede zone. Want voor iedereen is dat wel verschillend. Mm-hmm. Maar toen werd er lachwekkend over gedaan, dat is voor Instagram. Dus ja, dat is het verschil tussen sommige ploegen is echt groot. Maar ik ga nu maar een getal op aanplan, 5-6 jaar, gaat iedereen moeten op dat niveau trainen, want anders ga je niet meer bij de top kunnen meedoen. En ga je, ja, dat is eigenlijk het verschil dat ik nu wel ontdek in de laatste jaren eigenlijk. Is dat niet, er is wel een beetje een, ja, een stereotype dat wordt opgehangen, dat in Franse ploegen altijd ietsje later komen in de evolutie of in dat ietsje minder nauw gezet wordt opgevolgd. Heb je dat zelf ook nu ervaren? Of, Ja, inderdaad. Zijn eigenlijk, ja, het vandaag niet is morgen. Beetje meer dat lijstje, ja. Ja, ja. Ja. Gelijk met de Franse slag, hè, zeg. Ja. Ja. En soms ook zo van de wedstrijd, no stress. En ja. Bert de Bakker vertelde ook zo een verhaal over wat dat gedronk na de wedstrijd. Ah, jij dat dan bij B&B Hotels? Ja, zo, ja. Een soort, ja, gewoon grenadine. Ja, grenadinesap. Dat is nog altijd? Of? Nee, dat is wel iets. Alhoewel. Ik pak het gewoon niet aan. Maar okay, ja, het staat wel nog altijd klaar, inderdaad, met dat je het zegt. Maar ik sta er niet mee bij stijl, omdat ik gebruik gewoon mijn eigen ding. Ja. Ja, dat is wel straf, hè. Ja, want ik denk dat bij de druivensap, bij de nieuwelingen de recupshake wel gekend is en dat dan niet bij de Franse ploeg is. Ja. Dat begint nu wel, maar ja. Maar het begint, hè. Ja, het is begin. Het is een proces. Maar het lepeltje voor poeier. Ja. Maar de ene persoon doet daar een torretje over. Ja. En de andere doet dat mooi plattenstreken. En de andere pakt een half lepeltje. Ja. Maar als je bijvoorbeeld drie lepeltjes in een halve liter moet doen. Ja. En je pakt iedere keer een halve en je maakt een half binnen. Ja, juist. Ja. Dus dat vlak moet gewoon afgewogen worden. En bij Jumbo gaan ze gewoon dat flesje geven. Hier, voilà, je naam op. Afgewogen, ja. En de naam had erop staan. Het gaat zelfs nog bij iedereen. Ja, inderdaad. Inderdaad. Maar ik vraag me wel af, hoe lang gaat de jeugd dat volgen? Ja. Ik kan het nu 13 jaar doen, of ik heb het nu 13 jaar tot nu toe gedaan. Hoe lang had bijvoorbeeld ja, Remco misschien. Ja, Remco, dat is nu wel een heel groot talent, maar ja, zo iets lager, De Lee. Ja. Ook ben jongens, benieuwd. Gelijk zo De Lee, Remco, die winnen dan nog ook heel vaak, dus die worden vaak beloond voor hun efforts. Als je dan iemand zegt die minder vaak wint, of je zijn een knecht, wie je moet dat altijd laatste, hetzelfde doen. Ben die gestopt is van DSM, nee? Of van Lotto? Allee,
Allee, wie is er gestopt over het laatst? Een jonge gast van uw jaar, bijna. Inderdaad. Ah, Xander is verwoestend. Ja. Die is eigenlijk gestopt, inderdaad, omdat hem aangaf ook dat hem een beetje te veel werd. Om het allemaal mentaal moet je er ook mee kunnen omgaan. Want mijn broer is ook prof geweest. Ik weet niet dat weet, Jens. En die had daar ook moeilijk mee, eigenlijk. Ook, je was altijd gekwetst, of het was altijd iets dat je op topniveau kwam. Maar ja, hoe komt dat? Je lichaam die zegt nee, het is te veel of dit of dat. Je weet dat niet, hè. Ja. Maar mentaal moet je daar ook mee kunnen omgaan, hè. Je moet er telkens kunnen overzetten, inderdaad. Maar bij de neoprofs kwam er wel al direct piepen met je derde plaats op het Belgisch kampioenschap. Hier eigenlijk vlak naast de deur. Dat was wel... Als neoprof direct op het podium staan met Gilbert en Meersman, hadden daar lang naartoe gewerkt? Of ja, hoe is dat eigenlijk gekomen? Goh, dat was eigenlijk... Voor mij was dat natuurlijk, voor eigen volk, was dat een fantastische koers. Want we reden constant rondjes. Ik kende het allemaal van buiten. Maar had ik die prestatie verwacht? Nee. Ik weet nog dat er een vroege vlucht weg was. Maar ik was niet mee. Dat was 15 man of zo. En Gilbert was al mee, Meersman was al mee. Maar het was één man niet mee. En dat was Tom Boon. Ja. Dus... Hij was in de gloriejaren van Tom Boon. Dat was toen in de krant dat Tom Boon had gezet. Als Gilbert ermee afrijdt op de Gidsberg, stop ik met koersen. Ja. Voilà. dat had hem gewoon gezegd. Ja. En ik zeg, moet één volgen en dat is Tom. Maar ja, natuurlijk... Dat is goede wil, hoor. Ja, ja die net zo'n sprint van... Dus ja, Quickstep, iedereen op kop. Ik weet dat, hoe halfweg koers. Ja. Maar echt op een lint. En ja, we komen op de grote ring van Roeselaren. Iedereen zat al redelijk aan blok. Het waren er al redelijk veel gelost, maar ik zat al constant in dat wiel. Ja, je poeft daar weg. Ik kan niet volgen. Ja. Allee, ik zat dus weer op 50 meter of zo. En het moment dat die M eigenlijk bij de kopgroep komt, denk ik kijk van, ik kan het niet meer. Ja. En dat moment kijk ik onder mijn oksel, en wie zit er in mijn wiel? Stijn de Volder. Volder. Ik zei, allee, Stijn, kom! En Stijn poeft van achter mijn hart ook er naartoe. Maar ik heb dat alles moeten geven, en ik dacht, ja, nu is mijn koers gedaan, maar ik zit er wel bijgekomen, maar ja, ik was volledig leeg dat moment. Dus ik heb eigenlijk gewoon heel in de wiel meegefreewheeld. En alles op die laatste keer Hitsberg gezet. En ja, tot mijn verbazing kon ik daar juist Gilbert niet volgen. Maar even wel, maar... maar ja, dat Gilbert niet kon volgen 2011 is geen schande. Ja, nee. Niemand kon dat. Tom was er wel. Ja. En dan klop ik juist niet Meersman in de sprint. Maar het jaar daarna wint hij zelfs de Groene Trui hier in Paris Nice, Meersman zelfs. Dus het was totaal geen schaamte. En voor mij, dat was... voor mij was dat eigenlijk mijn eerste overwinning in mijn carrière. Dat was al wel, ja. Op het grote toneel. Ja, inderdaad. Maar dan uw echt eerste overwinning was dan de Worldport Classic. Was zo een koers Antwerpen-Rotterdam, Rotterdam-Antwerpen zeker, hè? Tweedaagse. Voor ons was het inderdaad, ja. Eerst van Antwerpen naar Rotterdam. Dat was elk jaar verschillend. Ja, oké. Ja, maar dat heeft niet zo... Nu is dat dan... 3 jaar is dat maar, of maar 4 jaar, nu is dat dan wel een beetje samengekomen tot de koers die Florian Vermeers dit jaar de Antwerp World Classic. Ja, Antwerp World Classic. En was dat vroeger niet... Had dat vroeger een andere naam, toch? Dat weet ik. Ja, nee. Dat was de Port Classic, denk ik. Ja, oké. Ja, want dat was toen dat jij dus uw eerste prof zeg, was dat eigenlijk een vrij nieuwe koers, hè? Ja. En je rijdt daar ook in de vroege vlucht weg? Ja, vroege vlucht ook. En een solo van... 55 kilometer, denk ik. Amai. En dan heb ik de complimenten gekregen, dat ga ik ook niet vergeten, van Roger de Vlaming. Ah. Roger amai. Kwam na de koers naar mij. Amai, hij kan rap rijden met een fiets. Ja, en Roger, die gooit er niet veel mee. Die gooit er niet meer. Normaal mee, niet. Hè? Normaal niet. Die is zo achter was... van, het tandje kleiner. goed zo. Pas op. Ik weet erom dat je daar toen de complimenten hebt gehad van Roger. Dat was omdat je die winter zei, ga crossen. Ja, ik heb altijd gecrossed. Ik heb geluisterd naar Roger. Ja, heeft u, ja. Dat is inderdaad een basis gelegd. Cross is de basis. Doe je dat nu nog? Of, nee. Met de stadsfiets?
Ja. Ik ga het een keer proberen, maar... Je moet wel echt een goede techniek gehad hebben, toch? Als je altijd met die kale bandjes van een stadsfiets in de modder aan het rijden waard. Ja. Dat was vrije tijd, dit dan. Maar... Ja. Nee, maar... Ik heb ook wel veel de grond gekust. Als je dan, eigenlijk in je beginjaren ging je wel echt crossen in de winter, toch? Ja, klopt. Ja, en hoe komt dat je daar al mee bent gestopt? Well, dat was eigenlijk een voorbereiding in de winter. En ik had dat voorstel bij Topsport gedaan in Vlaanderen. En ze waren daar mee akkoord. En voor mij was het altijd een wedstrijd of 4 dat ik meedeed als voorbereiding. Ja, puur techniek. Maar het niveau was nog niet zo hoog of nu. Mijn doel was dan een uur rijden. En dan kwam Sven Hees of Stibar of zo. Ja. Maar voor mij was dat het doel, de wedstrijd uitrijden. Maar 's morgens had ik wel 2 uur gefietst en daarna ging ik ook nog naar huis of zo. Ja. Dus dat was wel een serieuze training dat ik daarvan maakte. Dat is wel een goed concept, denk ik. Ja, interval in de winter. En waarom ben ik dat gestopt? Kreeg ik het materiaal niet meer van... Van Lotto. Van Lotto kreeg ik materiaal. En van Lotto was het ook niet mogelijk, mocht niet crossen. Ah, ik heb het wel gevraagd. Ah, okay. Terwijl dat Ridley wel een heel mooie sponsor is in zijn cross, maar inderdaad, het was niet mogelijk. Maar Florian heeft het nu... misschien anders over. Ja, want Florian doet het nu wel, hè. Ja, inderdaad. Inderdaad, hij heeft van de winter ook een paar crossjes gereden. Maakt het niet zo makkelijk om zijn koersen uit te rijden. Ah ja, lijkt het niet niveau is echt extreem. En je moet bijna 2 of 3 fietsen hebben. Anders kun je niet meedoen. Als je niet kan wisselen van fiets, zit je al in een probleem. En ook die tubus of die tubus. Onze techniek is niet zoals een Van der Poel of Pidcock. Dus heb je al een achterstand, maar als je dan nog niet hetzelfde materiaal hebt, heb je nog een grotere achterstand. Dus ja. En zo beach races, doe je dat niet? Dat lijkt me wel nog iets voor u. Grote motor. Grote motor, kan hoge wattages trappen. Ik heb dat in 19 gedaan. Of ja, de winter van 18. En toen deed ik inderdaad altijd mee voor het podium. Maar ik ben daar gestopt omdat ik het risicovol vond. Maar vooral omdat ik heel zwaar gevallen ben in Argentinië. Kun je dat weten? Ja, dat zat er ook in. San Juan. In San Juan. En in die 4 jaar tijd heb ik nooit meer op, oh ja, zoals ik er juist zei, nooit echt op niveau geweest dat ik nu terug ben. Terwijl dat wel nodig was. Als je niet in de risicovolle... Ja, inderdaad. Want je komt daar tussen... ja, het was nog nu het BK Beach Race, waar dat Lampaard over de kop ging, want er een toerist of ik weet niet wat. Maar een mens een foutje maakt, kan gebeuren, maar als je er dan overvliegt, is het natuurlijk wel... Je weet nooit hoe dat je gaat landen natuurlijk. Dus het is wel een risico dat je neemt. En ik had geen zin om weer gekwetst te zijn. Verstaan, ja. En ik heb lang getwijfeld om mee te doen, maar ik heb dan toch beslist, ik ga het niet doen. Misschien volgende winter, hè? Ja. Ja, zeker. Ja, ik zou het zeker zien zitten. Nou. Dan 2014, dat is zoals ik zei in de intro, eigenlijk de eerste grote koers dat je won, Parijs Tour. Hoe is die koers juist verlopen? Want het komt daar uiteindelijk alleen met Vuclair in die laatste kilometer. Maar hoe is dat duel ontstaan eigenlijk? Van mij was mijn doel, ik wil in de vroege ontsnapping zitten. Ja. Dat was dan nog de sprinterskoers. Mm-hmm. En zo ver mogelijk kom. En ik was alleen weg. Ik denk dat ik 10 kilometer alleen heb gereden. En dan kwam er een groep van 6-7 man bij ons. Waaronder Vuclair, en daar heb ik superveel geleerd aan hem. Dat was eigenlijk de aanvalskoning. Ja, van een Tour de specialist France. Eigenlijk. Hij had 3 jaar ervoor bijna een Tour gewonnen. Ja. Dus dat was eigenlijk de specialist. Dus heb ik vrij goed mijn oren open gedaan en hem gewoon achter gedaan. Hè. Ja. Heb je ook zo bekken zitten trekken, like hem? Of, want dat was toch voor gekend, hè? Ja, het is dat. Ik wist, moet natuurlijk sterk genoeg zijn. Ja. Maar ja... Hem zei ook, we gaan dan versnellen, we gaan dat doen, we gaan nu vertragen, want het peloton had dan ook vertragen en we hadden dan zoveel tijd. Ik heb daar echt wel superveel geleerd. En dan in de finale was hij inderdaad bekken aan het trekken. Hè. Mm-hmm. Ik deed gewoon mee. Hè. Maar je bent dan met 2 uit je kopgroep van 8 man gereden? Ja, op een klemmetje zijn we eigenlijk met 2 of 3 weggereden. Maar die ene heeft dan misschien wel moeten lossen nog op een volgend klemmetje. Maar... De laatste 2 klemmetjes was inderdaad
MMA. En dan in de finale, ja. Ik denk niet dat hij effectief wist wie dat ik was. Maar ja, ik kan ook niks meer te verliezen. Ik was al super content om tweede te worden. Dus ja, kijk, gewoon als een kilometer in zijn wiel gekropen. En mijn sprint erin van mijn leven. Ja. Tot één verbazing gewonnen. Ik kon er wel niet mee lachen, hè. Nee. Je spreekt er nog altijd van. En in de Tour is hij nou meegekomen om te zeggen van... Ja, weet je het nog, in Paris-Tours? Nee, je spreekt er nog altijd van. Ja, want ik wist het niet, maar in de wagen naar hier zeggen van dat je iets had... Of je wist dan ook dat tijdens je voorbereiding... Dat op het podium was staan. Nee, ik denk dat hij zodanig ontwobbeld was. En het podium moest onmiddellijk... Ja. Voor tv, onmiddellijk na de koersen. Omdat een uitzending te kort was... Hij was te laat, inderdaad. Hij had wel een boete gehad. Ja, wel, ik had gelezen dat hij zijn prijzengeld niet had gehad. Ja, ik weet niet juist wat het zou kunnen dat dat is. Ah, maar dus maar. Eigenlijk, je denkt wel dat hij gewoon te laat was en dat het niet echt puur uit protest was van, ik kom niet op het podium. Ja, ik denk niet dat het puur uit protest was. Ik denk dat hij eerst zijn colère kwijt wou, voordat hij in de media kwam. Ja. Ik denk dat het vooral dit was. Wat... Daarover heb ik het met hem niet gehad. Nee. Maar ik vind wel, zoveel jaar later, 9 jaar later, dat hij ermee nog altijd over aanspreekt. Ja, sindsdien kent u je wel, hè. Ja. Ik weet niet dat hij de naam ooit nog vergeet. Nu, hij kwam u tegen op de Tour, hij zit op de motto als... Ja. Ja. Hij is ook Franse bondscoach, toch, Vuclair? Ja. Nog altijd, denk ik, ja. Het is wel tof, al die ex-profs nu op de motto. Gilbert zit op de motto, Bradley Wiggins, Bert de Bakker. Ja, in omloop Gilbert. Ja. Ja, bij Lotto heb ik er samen mee gereden. En toen zei hij ook, ja, als je jullie in haar verstand gebruikt, kom je echt super ver, hè. Ik zei, ja, ik voel me wel goed, maar het probleem is dat die anderen niet mee willen. Dus zat ik met een probleem. Dat zei Phil in de omloop. Ja, ik wou geniaal dat ze moeder nog wat tips geeft, eigenlijk. Ja, tuurlijk, ja. Maar het was ook zo, ja, ik wist het zelf, hè, maar... Toen moet je wel iedereen mee en dat was niet. Als er nu ook iemand weet hoe je de omloop in, is het veel wel, hè? Ja, inderdaad. Solo ben geweest. Ja, en natuurlijk 2015, daar hebben we het al over gehad. Daar de Vlaanderen, uw mooiste zege uit uw carrière of welke verkiest je? Ah, ik krijg veel die vraag, hè, maar voor mij is het inderdaad dwars door Vlaanderen. Waarom? Omdat ik familiemens ben en iedereen was daar. Aan de aankomst sta ik mijn handen in de lucht en het eerste dat ik zelf was, mijn vrienden en mijn familie. En voor mij is dat de doorslaggevende om te zijn, dat is mijn schoonste wedstrijd en overwinning. En dan uw tweede mooiste, waar je misschien het meest mee twijfelt, is dat dan die rit in de Vuelta of... Of toch Parijs-Tours. Parijs-Tours 2019. Ja, dat zijn ook twee groot. Ja, het. Maar ja, de Vuelta is nog een klasse hoger eigenlijk. Ja. Het is een grote ronde. Dus ja, zo ik dan inderdaad Vuelta zet en dan twee maal Parijs-Tours. Die twee kan ik niet zeggen welke dat ik zou prefereren, maar het waren twee heel mooie al sinds. En twee andere parcours ook. Je wint al sinds niet veel kleine koersen. Hè. Als je iets wint, is het direct supergrote koers. Oké, ja, GP Criquelion heb je ook nog gewonnen, denk ik. Ik heb nog al een paar andere koersen, maar het valt wel op dat je op sommige dagen inderdaad echt dikke vissen. Het moet gewoon allemaal mee zitten en tactisch moet allemaal in de plooi vallen voor mij. Ik ga nooit winnen in een sprint of zo. Maar het valt wel op dat je het wel altijd... Je maakt het wel af in de sprint tegen Vuclair of in de Vuelta tegen Biström. Allee, je hebt wel een sprint, hè? Allee. Ja. Het probleem is dat ik de rest zo kan afmaten dat ik... Dat ik eigenlijk... Maar ik ben tactisch, denk ik wel... Ik ben een heel coole kikker. Dus tactisch ben ik wel verrassend, volgens mij. Dat vond ik in de Vuelta, dat je dat naar terug gaat kijken, naar die laatste kilometer en een half. Ik heb dat gedaan. Ik was daar live naar aan het kijken, naar die etappe. Toen kan ik me altijd inbeelden dat was geen nieuw spannend. Hè. Maar ik bleef gewoon in het wiel. Hè. Ja. Ik dacht constant, doe maar. Ja. Ik heb nooit achter mij gekeken. Hè, omdat ik wist van... Als ik achter mij kijk, ga ik zelfs stress krijgen. Ja. Maar als ze dicht zijn... Well,
voor hetzelfde geld zitten ze ver, dan krijg je geen stress. Maar als ze dicht zitten, krijg je stress. Ja, ja. En maar, ga je misschien 15 meter te vroeg gaan. En ja, toen hebben we alles gegeven tot aan dat bepaald punt, wat we ook afgesproken hadden, met Jetze Bol en Bistrum. En dat was het eigenlijk voor zich. En ja. Dat was wel, ik heb dat nog een keer opgezocht, Pro Cycling Stats daarnet, 47,2 gemiddeld, die etappe. Ja, ja, ja. Dat 190 kilometer, dat was toch wel gigantisch snel. Ja, de laatste 50 was daar aan de lijn. En daar heb ik tactische keuze gemaakt van 56 te steken. Voor de rit waren we er al mee bezig van... Ja, ja. Okay. Maar dat van vandaag, 56 is standaard. Ja, ja, Kampenaars met 60. Ja, het is juist. Dus ja, maar toen was dat eigenlijk al een groot blad. En eigenlijk hebben we het laatste uur, denk ik, zo moeten terugkijken. Maar ik denk dat we 56 mijl dan, 55, 56, het laatste uur. Maar het was down de lijn en redelijk technisch. Ja. En in mijn hoofd was dat van, ze kunnen niet rapper rijden op 65. Ja. Dus hoeveel... Allee, dat was... die berekening had ik een beetje gemaakt. Ja, ja, het is allemaal in zijn plooi gevallen natuurlijk. Ja, het was wel juist gepast, maar ja, dat maakt het des te mooier. Ja, het podium is de hand, denk ik. Ja, inderdaad. En het valt op hoe dat de mannen van de vroege vlucht zo altijd bezig zijn met die berekeningen. Gelijk, Dries de Bont heeft ook gans zijn uitleg bij ons gedaan over hoe dat hij die rit in de Giro won dit jaar. Thomas de Gent over zijn berekeningen. Ja, dat is... ik moet zeggen, de specialist van de vroege vlucht... En zoals dat jij er een van zei, dat is ongelooflijk denken en rekenen. Ja, het is uit. En meestal weet je ook van, nu gaat het niet meer lukken. Of je voelt dat wel een beetje. Maar het grappige was wel in de omloop. Dat was Louis Blouwe, denk ik, van Bingo. Ja. Dat ik zei tegen hem, waarom rij je niet hard mee tot zover mogelijk? Maar ze gaan al stilvallen achter ons. En toen dacht ik, amai, wel niks bijleren dus. Maar Louis luistert wel Jelle, naar onze podcast. Ah ja, dus maar je mag, he. Je mag, he. Ja, veel bijleren. Volgende keer in naval. Even briefing. Het was nog chance dat Luca niet mee was. Maar ja, de Luca die had wel redelijk... Die kan hem niet goed inhouden, denk ik, maar, de vroege vlucht. Dat vind ik dan raar, als jonge gast. Allee... Ik ga het niet toefenen over mezelf, maar ik heb al redelijk qua vroege vluchten tot een goede einde gebracht. Maar dat je dan... Ik met Veuclair... Ja. Als ik zo zei tegen Veuclair, ja, maar ja, ze gaan ze er ons niet met pa. Ja, allee, ja, het was ja al... tuurlijk. Ja, allee, ze gaan wel stilvallen. Ja, ja. Nee, in mijn visie moet je luisteren naar die die al iets bereikt heeft... Ja, gewoon mee proberen te doen. Als je inderdaad met een Jelle Walaes in de koproep zit, of met een Taco van der Hoorn... De Gent, dan, ja. Of de Gent, dan weet je al van... Ja, als in Kuurne Taco mee was, dan denk je toch al wel van... Ja, die Taco is weer mee. Moet die gewoon bijna zijn kijken, wiel, want, ja. Klopt. En als hij zegt, ja, we gaan nu voluit, moet je samen met hem voluit gaan, want ze is samen veel sterker. En in de omloop was dat niet het geval. Is dat ook zo dat je iets moet hebben als een goede vroege vlucht, man of iemand dat een vlucht er te goed uit kan brengen, spreken tegen je medevluchters? Ja, moet dat ook een beetje kunnen, toch? Zo. Ja. Want je moet je ook niet kwaad maken, want dan verbrandt u. En je moet eigenlijk zo een beetje teambuilding doen met je concurrenten tot op een bepaald punt. Inderdaad, je moet eigenlijk tot op een bepaald punt samenwerken. Alles samen, alles geven eigenlijk. En dat zie je wel, hé. Ja. Dan heb je jezelf niks te verwijten. Als een ander sterker is, is hij sterker. Dat is mijn visie. Iedereen doet dat natuurlijk van dat hij wilt, maar ja, zo werk ik wel het meest bekomen, eigenlijk. Ja, ik denk dat ook wel het concept is. Dat is inderdaad. Want wij vragen ook nog af en toe de pro-tip van... De prof in het peloton, en wat zou jij dan meegeven als pro-tip aan onze luisteraars? Ja, dat is eigenlijk zo'n beetje een combinatie van... Dat kan een tip zijn voor de wielertoerist die luistert, die denkt van, wat is nu een keer echt belangrijk?
Maar dat mag ook een tip zijn. Voor een jonge renner. Van kijk, dit is belangrijk. Oké, al redelijk veel tips. Ja, eigenlijk heb ik al, heel veel tips gegeven. Eigenlijk, ja. Ik kan al een keer moeten nadenken over een specifieke tip. Misschien op tijd. Luister naar de oudere renners in de vroege vlog. Ja, misschien. Dat was een goede tip, ja. Ja, inderdaad. Ah, we wouden misschien ook wel nog graag hebben over... we vermoeden dat toch, een goede vriend van u, Jens de Bussere. Ja. Ja, dat zijn plan om alles op het Belgisch kampioenschap in Izegem te zetten. Heb jij daar inside information over? Of? Niet meer of een ander, denk ik. Ik denk dat hij echt wel al op zoek is. Vroeger op de hoogte dan de meeste mensen van zijn plan. Nee, ik wist het niet. Ah, wist het ook niet? Nee. Want hij woont hier toch niet zo ver van, hè? Ja, Dadezele is niet zo... Oh ja, je woont nu in Waregem, maar hij is afkomstig van Dadezele. Maar eigenlijk zijn beste vriend, supporter, is samen met mijn nichtje. Ah, oké. Maar ik heb hem wel niet meer gezien sinds kerst. En ja, tijdens kerst was het nog niks zeker. Mm-hmm. Maar ik wist dat hij nog altijd op zoek tijdens was. Tijdens kerst was hij nog op zoek naar een andere ploeg. Ja, inderdaad. En dan zag ik ook wel dat hij meer en meer met Swanier Velo begon te werken. En dan had ik ook gehoord dat hij een privé-sponsor had. En dat was dan die. Maar like nu, dat hij in de media ging komen daarmee, had ik eigenlijk niet verwacht, nee. Je traint er ook niet vaak mee of zo? Nee, ik train eigenlijk vaak alleen. Ah, oké. Okay. Daar ben ik wel een beetje autistisch op. Oftewel met twee of alleen. Gaan we niet veel in groep zien... En wat is de reden dat je strikte blokjes doet? Of omdat je een te laag wattage rijdt in het wiel? Ook. Dat zijn al twee heel goede redenen. Maar ook vooral, ik wil me niet snel aanpassen, omdat ik met de B&B zit. Mm-hmm. En ze zitten bijvoorbeeld 10 uur aan. Maar ik kan niet zeggen, ik ga nu direct vertrekken of ik ga dit uur vertrekken. Meestal vertrek ik wanneer ik wil. Maar ze stoppen dan nog een keer van een koffie te drinken. Ja. Want al die andere man... En niks meer om handen. Ik had dat zo zeggen. Ja, tuurlijk. En blijf het dan een uurtje zitten, bijvoorbeeld. En doe dan de rest van de training. Maar daar was ik geen fan van. Dus ja, efficiëntie eigenlijk. Ja. En wat is uw favoriete côté dan om te trainen? Ik wissel altijd af. Dus, en wat is het mooiste? Voor mij is het Heuveland het mooiste. Welke andere alternatief kun je dan nog doen? Wel, ik kan eigenlijk naar Frankrijk rijden. Ja. Daar vind ik, dat is eigenlijk Heuveland. En daarna vind ik wel prachtig om te trainen. Mooie lange wegen, altijd wind. Maar dan, als ik naar de Vlaamse Ardennen ga, is het echt al heel lang om te trainen. Mm-hmm. Moet ik zeker 5-6 uur doen. Dus, ja, het was voor ons al meer dan nu met een auto. Voilà. Meestal rijd ik dan ietsje dichter met een auto om daar de verkenning of zo te doen. Maar eigenlijk zit ik minder in die streek. Dan, dus eigenlijk vooral de streek van Gent-Wevelgem. Ja. Dus dan mogen we daar vooral verwachten van het jaar. Zeker. Vroege vlucht. De vroege vlucht die je lang voorblijft. Een tip voor de Sporza-wielermanager. Jelle Walla is in Gent-Wevelgem. Ja, over de Sporza-wielermanager misschien. Ja, voor onze luisteraars hebben we de mini-competitie, waar dat toch al... Een 70 man in de 80 man aan deelneemt. Neemt jij ook deel, Jelle? Nee, ik. Mijn broer doet zo'n ding mee, maar... Ah, wel. En misschien moeten we eens... We hebben vorige week de tussenstand gegeven na het openingsweekend. Misschien nu na de Strade. Na de Strade is er al, verandering een gekomen. Een update geven van de top 3 dan. En in afwachting, Ben, hoe is het met uw punten? Ik denk dat het wat minder was. Maar ik heb mijn transfer... Ik heb wel Attila Valter dus nog voor de Strade getransfereerd. Ah, op mijn advies. Op uw advies, omdat ik gezien had dat hij maar 3,5 miljoen kostte. En de goedkoopste renners zijn 2,5. Dus ik dacht, oei, die hebben ze bij Sporza nog niet echt goed bekeken. Ik had gezegd in de vorige podcast dat Valter ging winnen. Ah ja, mooi. En ik heb Benoit ook getransfereerd. Ik had die nog niet in mijn ploeg. Ik dacht, oké, ja. En in tussentijd hebben we dus we hebben 76 deelnemers ondertussen. En de top 3 op 1, mathematisch kan het nog van Joren Rousseau. Okay. Dat is mijn oude buurjongen. Ja, oké. Okay. Dan op 2, Forza Milo van Joyce Valkenier. Je vriendin. Ze kent dus meer van koers dan mij. Ja. En dan op 3, Il
Elefantino van Matthias Lores. Oké, mooie top 3. Ken jij die Ben of niet? Nee. Ik ook niet. Ik zal een trouwe luisteraar. En dan eens kijken naar onszelf. Ik sta op plaats 5. Ja, ik sta niet meer in de top 10 zelf. Oei, en Ben Balen, plek 19. Oké, okay, ja. En Luca ook niet meer. Ah, oei, plek 37. Ja, maar Luca heeft zichzelf niet in zijn eigen ploeg gestoken. Hij is weer van het peloton en... ja. Verkeerde informatie. Ja, de inside information is niet... Ja, bon, de rekening wordt gemaakt na Luik. Na Luik maken we de rekening, zou Patrick zeggen. Dat ja. is zo, dat is zo. Misschien... ja, dan ben jij fan van de Instagram-pagina WTC Moeder, we zijn nog niet thuis. Zeker en vast. Ja, ik hoop dat ook. Zijn er al memes over u gemaakt? Zijn daar al iets over mij gemaakt, ja. Maar ik moet nu terugdenken over wat dat ging. Dat vraag ik me ook wel af. Ah ja, ik ben nu ook benieuwd. Misschien is een postje over mij, dacht ik. We gaan dan een keer uitpluizen, Piet. Op de rit naar huis. Op de rit naar huis mag de co-piloot dat uitpluizen. Of ja, met dat geval van Quickstep met de Vuelta. Ja, we houden het nu zelf. We houden het nu zelf niet meer aan. Laten liggen. Maar nu... ik vind het niet erg. Ja. Ik heb dat misschien nog wel goed zijn. Voor nu dat ze het voorjaar niet goed rijden. dat zou inderdaad nog goed zijn. We gaan geen oude koeien uit de gracht aan. Maar wij die naar de omloop het nieuws dat aan het kijken zijn. Waar is Quickstep? Waar is Quickstep? Ja, ik dacht vandaag de val van Van Aert en Pit. Ik dacht, ja, daar gaan waarschijnlijk ook nog iets op WTC van komen. Nee, ja, dat is bij twee op de grond liggen, ja. Goed. Je had daarnet ook nog gezegd van uw zware val in San Juan. Maar in 2019... was dat in 2019 uw val, of niet? Dacht het, ja, januari 2019. Ja. Maar je hebt dan wel een paar Race-tours nog gewonnen dat jaar. Dat was inderdaad... Ik heb dan de Vuelta eigenlijk gereden. 19 was een plezant jaar met Björk-verlies in Polen. Mijn val in januari, dan Björk verloren in Polen. En dan de Vuelta, eigenlijk met verstrooide gedachten gefietst. Maar conditioneel was ik wel goed. En eigenlijk die conditie wel kunnen doortrekken op Paris Tours. Wat ik dan die solo doe, heb die off-road strokes. Inderdaad, voor Gwinter, voor Terpstra en voor Oliver. Ja. Altijd wel mooie mannen mee op het podium, hè? Als je wint ook. Ja, dat is ook wel juist, ja. Ja, want... In die koersen, ja, dan weet je dat ook spijtig wel. Spijtig voor de foto dat in Dwarser Vlaanderen die gewint Kwiatkowski vierde was. Anders stond de wereldkampioen als Ja, zeker, zeker. En de koers, wat ik meest hartzeer van heb, is Parijs-Roubaix. Toen dat moest lossen van Sagan. Daar moet het nog over hebben, nee, inderdaad. Bah. Ja, dat is zeker... Ik wil dat gewoon vragen, van dat was toch Sagan die zijn stuur of zijn stuurpen recht heeft gezet. Klopt. Door tegen u achterwiel te rijden. Ja, dat staat in een boek ook. Ja. En had je dat door of niet? Nee, ik kwam echt super boos op hem. En toen zei hij gewoon, ja, ik kan niet beter. Ik kreeg gewoon tegen een achterwiel omdat ik niet kan. Ja. En achteraf ben ik maar te weten gekomen dat was voor zijn stuur uit te zetten. Dat lijkt wel niet. Dat is zijn topjaar, nee. Dat waren zijn topjaar. Ja, en wanneer, op welk punt zij eigenlijk moeten... Want dat was het jaar dat... Met Dillier en Sagan ging naar de piste. Sylvain Dillier en Sagan naar de piste. En jij waart ook eerst mee. Op 25 heb ik moeten lossen. Maar, ja, het is geen verwijt, maar ik was gevallen in die 3 of zo. En kan ik altijd last van mijn heup. Maar ze vonden niet juist wat dat was. En achteraf, achter Parijs-Roubaix, maar twee, ja, dat mijn schaambeen eigenlijk vast zat. En die heup... Ja, ik kon niet de oogwattages... Ja, ik had natuurlijk al heel veel gegeven. Maar het moment dat Sagan eigenlijk ietsje versneld, moet ik ervan tussen. En ik bleef super lang op 20 seconden aan. Kon wel blijven rijden. Ja, komt er wel nog een roep van 20 man bij mij. Maar ja, dat was wel spijtig. Want eigenlijk kon ik dan wel op het podium staan. Als ik eigenlijk in topconditie was, maar ja. Dan blijf je wel bij Dillier en Sagan normaal. Normaal gezien wel. Denk, ja, ik was wel de draaier of de moteur in Roubaix. Maar Dillier was denk ik... Wie zat er nog mee in die vlucht? Weet je dat nog? Of? Oh, nee, eigenlijk niet. Ik weet wel dat ik het jaar ervoor, of een paar jaar ervoor, dat Heyman won.
Ja. Dat ik ook mee was. Maar ja, Quickstep is super lang achter ons gekoerst. En dat was altijd maar 1 minuut. En ik val plat. En ze stoppen maar 1 in het peloton. Ja. Maar ik was gewoon meegeschoven. Ik had nog geen stamp te veel moeten geven. En in mijn hoofd was het, ik ga hem volgen, want dat is een man van de kasseien. En achteraf zag ik toen dat hij won. Ja. Toen kwam ik ook gek. Ja, dat zal wel. Maar ja, het zat nog geen auto's tussen het moment dat ik platval, dus... Direct naar peloton. Maar je was niet de enige Vlaming die gek werd die dag. Dat geen men won, ja. Ik denk dat alle Vlamingen gek worden, dat geen men won, ja. Ja, en Delier was ook... Heijmen was een... Had hij nog gekoerst? Ja, gevallen in de omloop, denk ik. Ja, die had zijn elleboog gebroken. Want die heeft dan nog... Elleboog, ja. Ja, die heeft dan eigenlijk zo wat... De beste reclame voor Zwift ooit gegeven. Want die zei dan toch, ik heb op Zwift getraind tot aan Roubaix. Just. En dan won hem Roubaix daar. En Delier had ook... Die had zijn vinger gebroken, ook in de omloop, denk ik. Ja, en ook niet meer gekoerst en dan Roubaix erin. Ja, eigenlijk, dus eigenlijk moet je een omloop iets voor hebben om Robert te... Laurens Naast niet vorig jaar zijn sleutelbeen gebroken in een omloop, maar wel niet Robert. Maar virtueel roze in de Giro. Ja, oké. Okay, ja, die eerste etappe, ja. Ja, daar moet toch iets fout gelopen zijn. Leuk, hè. Fantastische kerel ook. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, maar Parijs-Roubaix lijkt me wel echt een koers die op je lijf geschreven is, hè. Ja. Niet heel lang, constante hoge wattages rijden. Ja. Ja. Is dat een doel voor dit voorjaar nog? Ja. Heb je daar je piek gelegd? Wat piek ga ik niet zijn. Ik heb 4 jaar niet kunnen meedoen. Hè. Ja. Dus nu is het 5e. Ik hoop dit jaar wel te kunnen meedoen. Hmm. Dat, voor mij is dat nu gewoon gespaard blijven tot aan Roubaix. En iedere koers alles kan geven. En dat gaat me super content maken. Omdat ik al 4 jaar geen voorjaar... Ja, geen normaal voorjaar had. Hè. En staat er een verkenning van Roubaix gepland? Is al geweest. Heb ik al gedaan. Maar het zal wel nog een keer gebeuren. Maar nog niet dat ik echt specifiek gepland heb. En wordt er dan nog doe je aanpassingen aan je materiaal? Of zit er nog redelijk oldschool erin? Er komen nieuwe kaders nu. Okay. Normaal gaan ze nu testen. In... Speciaal voor Roubaix? Nokere en Denet, ja, inderdaad. Amai. En is dat met de roze? Luke. Ah, met Luke nu, oké. We zijn terug naar Luke gegaan. We rijden eigenlijk nu met een prototype van Luke. Want we reden vorig jaar met de roze? Ja, ja. Ja. Oké, en wat is het verschil? De aerodynamica. Je voelt echt dat de Luke... dat is nu een nieuwe fiets dat ze gemaakt hebben. Dat ze echt er geconcentreerd aan op de aerodynamica... En het gewicht van de fiets. Maar het gewicht is nog een nadeel, omdat ze... soms breekt er nog een fiets. En daar is ze nu wel aan het werken. Op aan het werken. Dus, en dat is ook de reden dat we andere kaders zijn voor Roubaix. Ja, oké. Okay. Maar overal... De fietsen zien te veel af. Die zien sowieso, denk ik, wel in Roubaix. Maar je zit wel over het algemeen content met de switch naar Luke. Ja. Maar... Dat is de evolutie van het wielrennen. Aerodynamica is... Dat is veel belangrijker. Ja. Ja, ziet als hoe dat bijvoorbeeld een Taco van der Hoorn is nu al veel vernoemd geweest, maar hoe dan sommigen hun shifter positioneren. En... Wel, Kampenaars, de man die daarmee gestart is, inderdaad. Maar je ziet gewoon dat iedereen volgt. Ja, Remco rijdt eigenlijk ook zo. Remco. Want je mag niet meer met je handjes op het stuur plat, dat mag niet meer. Ja. Maar eigenlijk, die man die in de shifter zodanig zetten, of zodanig plat kunnen liggen, ja, ik denk dat Remco soms met momenten gewoon nog met zijn pink die shifter vast heeft. Dus het is eigenlijk een beetje hetzelfde als... Maar Remco is de aerokogel, hé. Dat zegt. Ja, juist. Maar het is ook zo. Ja, het schijnt dat hij in de windtunnel een van de laagste, hoe noemt dat, CPA, ik weet niet hoe dat juist noemt, waarde, maar dat inderdaad blijkbaar een van de laagste waardes ooit gemeten. Ik heb het aan de leven mogen ondervinden in het BK in Gent, hé. Juist. Dat was met Ries, hé. Heeft hij dat verteld? Ja, hij heeft dat in de eerste podcast wel verteld, Maar vertel het gerust opnieuw. Remco was supergoed, hè. Hij was ook neo. Ja. Ja. En sprak al zijn overwinningsambities uit, ja. Wat dat mogelijk was. En daar probeerde ik ook een coalitie te vinden om eigenlijk zo ver mogelijk te komen. Maar met Ries, ik dat sowieso al, we kennen elkaar al een beetje aan mijn ontsnapping zitten.
Dus het eerste doel was, Remco, ja, dat was ook bij Lotto gezegd geweest, aan Remco wegrijdt, moet er iemand mee zijn. Ja. Maar ik was er vooral weg met Dries en nog iemand. We worden teruggepakt. Oh ja, het was een valpartij in het begin van de koers. Remco was ver achter. Alles komt terug samen. Remco attaqueert en is alleen weg. Met Dries. Met Dries mee. En dat moment kijk ik naar Stan de Wulf. Ik zeg, we gaan er naartoe moeten. Maar ja, ja, had er niemand daar reageren, nog heel Lotto mogen op kop rijden. Hè. Ja. Dus ja, ik er naartoe. Ja, dat was echt al alles geven om erbij te komen. En toen dat we erbij waren, was Stan echt volledig naar de knop. Ja. Maar dat was eigenlijk nog 150 kilometer. En we kregen zomaar een minuut 30. En plots kregen we 3-4 minuten. En dat was Wanti die Alpecin die aan het trainen was voor Merlier. Ja. En ik zeg ja tegen Remco, ik zeg ja, 3-4 minuten, dat is eigenlijk ideaal. We moeten niet te veel mee geven. Ik zeg, wat denk je ervan, van ietsje rustiger te doen? En het antwoord van Remco was, ga moet niet kijken achter mij, zegt hij. Ik ga mijn eigen ding doen. Oei. En ik en Dries kijken zo naar elkaar. Oei. En ja, dat moment was ook voor mij de klik van, ah ja, die moet ik zeker niet laten rijden, want ja, die gaat proberen, ja, gewoon voor te blijven, hè. Ja. En we zijn teruggepakt op 3 kilometer. Ja, nee, het is gewoon net, inderdaad was het niet. Dus ja, dat was... Maar Belgisch kampioenschap is wel uw ding, hè? Want het jaar dat Dries dan wint in Anzegem, ja, waarde jij ook mee in de kopgroep, hè? Ja. Daar, ja, dat was een beetje het probleem met Lotto, hè. Ja, want inderdaad, Lotto heeft daar wel op kop liggen rijden. Ja, we zijn eigenlijk achter ik en Tosh gereden. Terwijl dat we nog altijd geen verklaringen gevraagd, maar ik heb die nooit gekregen. Ja. Dus ja, ik kan dan niet veel meer. Wie was dan nu weer de snelle man bij Lotto? Maar niemand, zo gezegd. Niemand. Gilbert was de sterke man. Het was eigenlijk voor Gilbert en wel eens. Ja, oké, okay, ja. Maar is ja, lastig. Ploegtactiek is altijd een beetje lastig natuurlijk. Ja, maar los van... Ja, maar mocht je daar nu nog zitten met een... Maar los van dat ze dan wel of niet op kop hadden gereden. Ah, je bleef daar wel voorop met een man of 20 zeker? Ja, ja, we bleven nog... Oh ja, niet iedereen is voorop gebleven, denk ik. Ja, was ik denk dat ik zelfs nog teruggepakt ben. Ah, maar ik weet het niet meer juist. Ja, ik denk dat er maar 3 of 4 voorop bleven. Ah, dan ja, enkel de Bond, Serie. Keijsen werd derde. Ja. Ja, het zou zoiets geweest denk zijn. Denk ja. Het. Ah, oké. Ja, maar voor mij was dat... Normaal moet ik dat ook kunnen, maar ik was veel te veel bezig met... Waarom liggen ze er... Ah, ja. Allee, wij mogen niet meer rijden in de kopgroep. En Lotto rijdt achter ons. Maar als ik ga demareren in de finale 14 man, wat gaan ze zeggen? Voilà, je bent in je kop gereden, dus die laat me zeker niet rijden. Ja, ze gaan er alles aan doen om je niet te laten rijden. Ja, ja. Ze gaan zelfs ronddraaien achter u, terwijl je heel de tijd meedraait. Ja. Die heeft zijn werk gedaan. Ah, ja. Inderdaad, een meer hoger hun factor. Ja, ja, hè, ja, 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 ja. En daar had ik wel een groot probleem mee. Omdat ik de orders kreeg. En dat is totaal niet mijn habitat, om niet mee te rijden. En ja, ik voelde mij daar ook niet goed bij. Was dat dan ook een beetje de inleiding van de breuk met Lotto? Of, Ik denk dat Lotto dat zelf al beslist had, dat ik daar niet, ja, wel niet meer moest... Ja. Okay. Ik heb daar nooit echt een verklaring voor gekregen. Ik had daar moeilijk iets over zijn, omdat ik het zelf... Ik heb het wel gevraagd, maar ik heb nooit iets... Dus ja. Ja, zonde. Misschien om af te ronden, je bent nu 34 jaar. Hoe lang, hoeveel mijn ambitie? 34. Wat lief? En mijn 34. Ja, en mijn 34. Nee, dat is goed, hè. ja, hoe lang, wat zijn uw ambities nog? Hoe lang wil je graag nog koersen? Daar al zicht op? Of? Nog minstens 2 jaar en 5 jaar bij Cofidis geweest. Hè. Ja. Dat moet je sowieso niet zien. Nee, maar het is wel serieus dat ik graag 15 jaar prof zou zijn. Ja. Kunnen dat niet veel zijn? Nee, dat niet, maar... mijn onkel is dus gestorven aan kanker. Mm-hmm. Toen was ik 2 of 3 jaar prof. En door hem zit ik op de fiets. En hem heeft altijd gezegd, we gaan er een doel van maken dat je 15 jaar prof bent. Ja. Voor mij is dat echt... Voor hem was dat een doel. Ja. Dus om eigenlijk verhaal rond te maken, zou ik inderdaad nog graag 2 jaar prof zijn. Maar ik besef ook... ik ben een sterke renner... Maar we zitten niet meer in de tijd van 5, 6 jaar geleden. Dus zou ik eigenlijk een ploeg moeten vinden
waar ik eigenlijk helper kan zijn en gewoon van in het begin op kop rijden. Ja, zo werk à la Tim de Klerk en ja, zo. Ja, inderdaad. Ik ben niet zo sterk of Tim de Klerk bergop, ja, maar laat me dat doen op vlakken. Denk ik wel dat ik een paar man eigenlijk kan opvangen in vergelijking met sommige anderen die moeten op kop rijden. En maar loopt dit jaar uw contract af bij Cofidis? Ja, dus ja, ik ben benieuwd wat dat zal geven nu in juni. Wordt maar hetzelfde managementbureau dan Wout van Aert zeker, hè? Ja, ja. Goeie contact. Ja, normaal wel. Gewoon bij Jumbo. Maar Jumbo heeft een serieuze visie, hè? Ja, inderdaad. Voor mij is het dat echt een droom zijn die werkelijkheid wordt. Dat gewoon, kan ik me voorstellen, ja. Gewoon om te zien hoe gaan ze te werk. Mm-hmm. Ik vind dat fantastisch. Ja. Ja, dat, ik denk dat iedereen nu wel bereid zou zijn om te... Allee, pas op, misschien sommigen niet. Maar sommigen gaan dat te lastig mee. Ja, want ik weet dat een grote discussie was voor Christophe Laporte. Zit ook bij dat managementbureau. Ah, ja. Ja, was al 8 jaar bij Cofidis. Heb je nog samen een jaar gereden bij Christophe Laporte? Ja, bij Cofidis, ja. En het voorstel kwam vanuit Jumbo, maar was veel minder dan bij Cofidis. Maar waar maak je de keuze? Ik ken je een beetje uit te leggen hoe dat Cofidis te werk gaat. Ja. Maar voor hem was dat wel plezant. Je was altijd bij zijn familie. Mm-hmm. Je moest niet op auto stage, je moest niet dit of dat. Ja. Maar ja, dag van vandaag moet je dat wel doen om eigenlijk... En je ziet echt die stap dat hij zet. Ongelooflijk. Dat was een topcoureur, maar je zet een paar procentjes door die ding te doen. Hoogtestage, voeding. Zijn familie mocht mee op hoogtestage. Ja. En dat heeft eigenlijk de doorslag gegeven. Ik weet dat nu... ik weet dat eigenlijk van zichzelf, van Christophe zelf. Dus dat hij zijn familie overal kon meenemen. En dat heeft een doorslag gegeven eigenlijk om naar Jumbo te gaan. Ja, ik denk dat de Jumbo ook de enigste ploeg is die dat al beseft van dat is belangrijk. En dat is ik denk dat dat in Tienje was of ergens in hoogstage in Frankrijk zeker, dat de gezinnen mochten meegaan inderdaad voor een tour. Want ja, als je dan al een maand op hoogte zit voor een tour en de tour zelf, ja, dan zijn er bijna 2-3 maanden van huis op de deur. Ja, zeker. Oké, Jelle, dan wensen wij u... prijzen in Gent-Wevelgem. Prijzen in Gent-Wevelgem, ja. En maar vooral een vroege vlucht in Roubaix, die heel, heel lang doorgaat. En dan eerst volgend zien we u woensdag in Noker, hè. Ja, dat is goed. Als juist, dat gaat de Luca misschien ook zien, de Noker. Ah, ja, het is waar, ja. Dan gaan we Luca zien. We gaan hem zeggen, als hij mee is in de vloeg, Luca, dat hij moet luisteren. Merciekes. Ja, super, merci. Zelf bedankt. Mag hij niet meer stilvallen. Ho, ho, ho. Zarabedja gaat niet op de foto staan. Wat een machtsontplooiing. Stibar is de pijper en komt Van Avermaet nog terug. Komt Van Avermaet nog over Stibar. Komt Van Avermaet nog over. Van Avermaet, het moet. Het is Van Avermaet. Van Avermaet. Delirium. Dat Van Aert. Is het aan het gebeuren? Komt Viviani nog? Is het Van Aert of Viviani? Het is Van Aert in de hand. En Olympisch goud. Olympisch goud voor Dirk Van Avermaet. Voilà. Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden! Tom Boonen op 1! Tom Boonen is wereldkampioen!